François Gesthuis, jij wint hier met je ploeg in eigen huis met 3-1 van Helmondsport. Huppakee, 3 punten in de pocket denk ik dan. Dat denk jij vast ook? Ja, die kant zit ik ook wel aan te denken. Ja. Ja, sterker nog, ik denk 4 punten in de pocket uit 2 wedstrijden. Ja, een goede overwinning en ik denk ook een dik verdiende overwinning. Ja, ik denk dat wij gewoon de bovenliggende partij waren. Het was weer heel zuur, wij krijgen een hele grote kans met Tom Boer in de eerste helft. Zelfs vorige week. En de overkant gaat hij er weer in, nu ook. Dus de eerste helft, in het begin was het slordig van ons. Dat eigenlijk een corner was volgens mij, vlak voor die tegenstoot kwam. Ja, voor mij schiet hij via zijn rug over. Dat dacht ik ook. Ja, dat dacht ik ook. Ja, nou je het zegt inderdaad, dat zijn dan hele dure tegengoals. Maar ik moet zeggen, in die fase, de eerste 20 minuten spelen we zelf ook niet goed. Spelen we heel slordig, in balbezit, makkelijke ballen die we verspeelden. Ruimtes waren te groot. En we hadden eigenlijk afgesproken om ze onder druk te zetten, af te jagen. Ja, dat was geen onwil, maar de afstanden waren gewoon niet goed. Het klopte niet helemaal. Ja, dan lijkt het allemaal als een beetje als los zand aan elkaar te hangen, maar dat was het niet. En ik denk, na een minuutje of twee na een goal zijn we eigenlijk wel de betere ploeg geweest. Dan kregen we ook een paar kansen. En ik heb in de rust ook gezegd, als je zo blijft doorvoetballen, dan komt die goal vanzelf. Ja, dat het dan uiteindelijk misschien met een lucky, dat weet ik niet hoor. Ik heb hem terugzien met die penalty uiteindelijk moet gaan, dat is dan maar zo. Ja, volgens mij was het wel een terechte penalty. Want volgens mij had je die nieuwe, hè, bij die nieuwe regels, volgens mij, ja, ik dacht dat het de penalty was als we het dan naar kijken. Maar goed, ja, ik zit er te ver vanaf. Dus ik was wel een beetje verbaasd, want ik dacht in eerste instantie dat hij naar het 5 meter gebied wees om een doeltrap te nemen. Maar ja, goed, moet terugzien. Ja, voor ons natuurlijk wel lekker. En daarna, ja, was 3-1, was die wedstrijd wel beslist.